Toen het westen van ons land bevrijd werd, was er van het eens zo moderne en goed geoutilleerde vliegveldschip Hol slechts een ruïne overgebleven. Ruim 1800 man togen met grote voortvarendheid aan het werk om het vliegveld in de kortst mogelijke tijd weer in bruikbare staat te brengen, wat wonderwel gelukte. Op de plaats van het prachtige stationsgebouw staat er weer een rij hulpgebouwtjes ten dienste van vlieghavenleiding, passagiers en KLM. De havenmeester, de heer Dellaert, is na 5 jaar weer in zijn functie hersteld. Verschillende buitenlandse luchtvaartmaatschappijen hebben alweer een dienst op Schiphol geopend. Hier komt juist een Zweedse Douglas binnen. De piloot van deze machine is een oude bekende van ons, Gijzendorfer. Hij wordt verwelkomd door de heer Thompson van de KLM. Nu de spoorwegverbinding met het zuiden des lands nog tamelijk gebrekkig is, is de opening van de luchtlijn Amsterdam-Maastricht van groot belang. De minister voor Verkeer en Energie, de heer Van Schaik, hier in gesprek met burgemeester De Boer, neemt aan de openingsvlucht deel. De heer Martin, onderdirecteur van de KLM, toont ten minister een van de De Havilland toestellen waarmee de dienst onderhouden wordt. Twee toestellen met genodigden vertrekken naar Maastricht.